In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit de derde reeks uit te werken en in te dienen. Hier wordt gevraagd een programma te schrijven dat een reeks ISBN-codes inleest en bepaalt of ze al dan niet corresponderen met geldige ISBN-10-codes. De reeks ISBN-codes wordt afgesloten door een regel die enkel het woord stop bevat. Per reeks worden de 10 cijfers elk op een afzonderlijke regel ingegeven en wordt voor deze reeks bepaald of de cijfers corresponderen met een geldige ISBN-10-code. Is dit het geval, dan wordt het woord oké afgedrukt. Zo niet, krijgen we de boodschap fout. Na het afwerken van één reeks kan een volgende reeks ingevoerd worden. Wanneer een nieuw cijfer wordt ingegeven of kan de invoer beëindigd worden door ingeven van het woord stop. Het algoritme om dit probleem op te lossen hebben we reeds in de vorige oefeningen behandeld. We passen hier opnieuw de gegeven formule toe. We bekijken het voorbeeld op Dodona. Bij de eerste invoer controleren we de ingevoerde waarde. Is deze gelijk aan het woord stop, dan wordt het programma beëindigd. Is de ingevoerde waarde een cijfer, dan zullen nog 9 cijfers volgen op 9 opeenvolgende regels. Met deze reeks van 10 ingevoerde cijfers wordt via de opgegeven formule nagegaan of de reeks een geldig ISBN-10-code vormt of niet en het resultaat wordt afgedrukt. Daarna kan een volgende reeks worden ingegeven op 10 opeenvolgende regels. De eerste invoer van deze nieuwe reeks zal bepalen of er nog getallen worden opgevraagd. Is de invoer een cijfer, dan volgen nog 9 cijfers. Is de invoer het woord stop, dan wordt het programma beëindigd. Voor het oplossen van het probleem gaan we over naar PyCharm. We bekijken voor eerst onze oplossing uit reeks 2 opnieuw. Hier werden, bij het inlezen van een reeks van 10 cijfers, de 10 invoerinstructies op 10 of meer volgende regels uitgeschreven. Deze code zullen we in de huidige oefening inkorten. Met 9 van deze ingevoerde getallen wordt het controlecijfer berekend. Dit controlecijfer wordt vergeleken met de 10e invoer en het resultaat hiervan wordt afgedrukt. Aangezien nu een onbepaald aantal reeksen moet ingevoerd en verwerkt worden, voegen we een while loop toe aan de code. Deze zal ervoor zorgen dat de instructies herhaald worden zolang niet aan de stopvoorwaarde voldaan is. We voeren een eerste gegeven in. Zolang die waarde verschillend is van stop, worden de andere cijfers ingevoerd, wordt het controlecijfer berekend en het resultaat afgedrukt. Let op, als we bij de invoer van x1 deze dadelijk omzetten naar een geheel getal, zullen we bij het uitvoeren van het programma een fout krijgen wanneer als eerste waarde stop wordt ingegeven. We zullen deze ingevoerde waarde dus pas omzetten naar een geheel getal als we zeker van zijn dat de waarde niet gelijk is aan stop. We zetten pas hier deze waarde om naar een geheel getal. Na elke doorgang van de lus wordt opnieuw getest. Is x1 nog steeds verschillend van stop, dan wordt er dus opnieuw doorlopen voor een volgende reeks getallen. Op dit ogenblik wordt binnen deze while lus geen nieuwe waarde van x1 ingegeven. x1 behoudt zijn oorspronkelijke waarde en we belanden in een oneindige lus. Het is dus nodig, na het verwerken van de volledige getallenlijst, een volgende waarde voor x1 in te voeren, alvorens deze opnieuw getest wordt in de while-opdracht. We voegen de code toe als laatste stap in de while-lus en slaan het geheel op. We testen deze versie van onze oplossing al een eerste keer uit. We klikken op het groene driehoekje of selecteren Run ISBN in het snelmenu. In de console voeren we de waarde voor x1 in. Aangezien deze verschillend is van het woord stop,
wordt deze waarde omgezet naar een geheel getal en verwacht de console nu de overige 9 getallen. We voeren de voorbeeldwaarden van Dodona in en met deze 9 waarden wordt het controlecijfer berekend. De 10e waarde wordt ingegeven en het programma vergelijkt deze met het berekend controlecijfer en drukt als resultaat af oké. De console staat nu klaar voor de invoer van de volgende waarden. We geven als invoer het woord stop en het programma wordt beëindigd. Onze oefening verloopt dus zoals gewenst. In de opgave van deze oefening wordt ons echter ook gevraagd herhaling van code te voorkomen. We zien hier nog steeds 8 verschillende instructies voor de invoer van 8 opeenvolgende cijfers. Pas daarna wordt het resultaat berekend. Hier wordt dus 8 keer een cijfer ingelezen, vermenigvuldigd met een waarde en het resultaat hiervan opgeteld bij een somvariabele. Aangezien het aantal herhalingen hier gekend is, zullen we gebruik maken van een for-loop bij het optimaliseren van de code. De eerste waarde, x1, wordt opgeslagen in een somvariabele, die we nu controle noemen. De volgende code, telkens invoer, vermenigvuldiging en optellen bij die somvariabele, plaatsen we in een for. Hier wordt dus telkens het volgende getal ingevoerd, omgezet naar een geheel getal en vermenigvuldigd met de corresponderende factor. Dit product wordt opgeteld bij de somvariabele controle. Door de for-loop zal deze code uitgevoerd worden voor alle i-waarden van 2 tot en met 9. Er worden in deze loop dus nog 8 cijfers ingevoerd en verwerkt. Pas daarna wordt van de somvariabele de restnadeling door 11 bepaald. Nu kan het 10e getal ingevoerd worden en gecontroleerd en de bijhorende foutboodschap worden afgedrukt. We hebben in deze oefening, door gebruik te maken van de controlestructuren while en for, de code uit de vorige versies drastisch kunnen inkorten. Als test zullen we deze oefening ook indienen bij Dodona. We kopiëren de code en dienen in op Dodona. En ook nu wordt onze oplossing correct bevonden. In deze video werd ons gevraagd een onbepaald aantal getallenreeksen te verwerken en van elke reeks te bepalen of die overeenkomt met een geldig ISBN-nummer of niet. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de while en de for loops. Dit is het einde van deze video waarbij het oplossen van de ISBN-oefening uit reeks 3 werd gedemonstreerd.